Yo, beste mensen, hier zijn we weer met de BMW. U weet als uw motorstoringslampje brandt, dat dat verschillende oorzaken kan hebben. Ten eerste, uw roetpot kan verstopt zijn, dat hij misschien te oud is. Kijk eens en denk eens na wanneer je die hebt vervangen. Is dat meer dan 10 jaar geleden, ja, dan moet je zeker een nieuwe zetten. Daarom gaat de oranje motorlampje aan op je dashboard. Daarom moet je die dan zeker vervangen, want dan is die waarschijnlijk verstopt. Is dat dan niet? Dan is dat meestal de oorzaak wat ik op een filmpje heb getoond, de luchtmassameter of deze sensor, de inletgassen, de uitlaatgassen. Dat is waarschijnlijk de inlet of de uitlaat hier op uw dinges waar ik een filmpje van gemaakt heb. Dat is met één schroef. Ik moet zeggen, mijn lampje is uit. Die gaat niet meer aan. Maar nu ben ik de roetpot aan het vervangen. Dus die roetpot wat u gezegd hebt waarschijnlijk kan verstopt zijn, maar dat kan ook een van de sensoren zijn die hier liggen. Ziet je? Die gaan op je roetpot. Die zitten op je roetpot daar. Ziet je die sensoren, de buisjes daar? Je zit daar onder de dinges. Ik heb ze nu erop staan ondertussen. Maar ik ga je dat tonen op mijn andere klep. Ziet je die schakels hier gewoon in? Ik heb die nu ook allemaal vervangen met die luchtmassameter. Zo gezegd, die luchtmassameter stond hierin. Dus die hebben jullie op mijn filmpje gezien. Dit is dan een downpipe. Die wat ik toen tot achter. Ziet je? Nu moet ik zelf kijken wat is. Dus ik heb hier de abgas, de uitlaasgastemperatuur. Dat is de uitlaasgastemperatuur, die draait je gewoon hierin. Dat is ook dat is een staafje. Dat is ook bij de roetpot, want die komt van de roetpot, maar ik heb een nieuwe gezet. Van Redex, dus als je de nummer moet weten, deze heb ik gezet, deze nummer. Dan heb ik ook gezet de abgasdrukmeter. Dus de abgasdruk, de uitlaatgasdrukmeter, ja. De uitlaatdrukmeter, dus is deze. Ik heb die vervangen. Eens kijken, die blok, ik heb die ertussen gegooid. Ik zie die niet direct, die kalf. Hier is hem. Hier, deze blok. Deze blokje. Die heb ik vervangen. Gewoon die darmke. Die darmke gaat gewoon ook op je roetpot, op het pijpje. Dus juist daar was hier, dat pijpje. Dat heb je ook op je roetpot staan. Dus die heb ik ook vervangen, als je die nummer moet weten. Hier was ook een Redex. Dus die heb ik ook vervangen, die zit hierin. Ik zal eens laten zien. Eens kijken. Dus, dat is deze. Van BMW, die kan je best ook vervangen, want je weet dat nu, dat is een sensorje in. Die kan ook defect zijn. Ik weet niet wat dat kost. Moet dat niet eens de storing zijn en alles werkt, je kunt dan nog eens altijd proberen die terug te zetten. Die bevindt zich gewoon hier opzij. Hier opzij wordt die geklikt met die klikker, hier zit je. Hier wordt hier dan opzij geschoven. Hier is de stekker aan die andere, zit je. En die wordt dan hier, en deze wordt dan daarop geklikt. Drie punnetjes en die zet je dan daar ergens vast. Misschien dat op het einde dus. Hè. Dus dan hebben we nog, wat we nog vervangen hebben, dat is wel een Bosch. Pak hier een Bosch. Pak hier zeker een Bosch voor. Dat is dus de Lambasode, die heel duur kost. Als je bij BMW garage, ik denk dat die Lambasode bij BMW rond de 400 euro kan kosten. Zeker van Bosch. Deze, ik weet niet wat die heeft gekost, maar het was ook niet echt goedkoop. Rond de 100 euro, dacht ik zeker. Dus dat is een Lambasode van Bosch. En die bevindt zich hier. Dus dit is een Lambasode. Dus die heeft meteen de stekker ook vastgemaakt. Die draait ook gewoon uit en gewoon in. En dat is de downpipe. Maar die zit hier, zit die gewoon hierboven. Zit je, daar zit die, zit je. Daar zit die. En je ziet daar Komeke daar. Kijk daar even met de camera erin. Daar zit je. Dus je daar allemaal zitten. Voilà. Daar zit hij dus. Dat is heel simpel die te zetten. Dat is gewoon losdraaien en draaien. Je kunt er zo ook aan, maar dat is niet simpel. Dat is eigenlijk niet heel simpel gemaakt. Maar bij vele auto's kun je er beter aan. Bij BMW, dat is weer een uitzondering omdat die motor dwars ligt. Maar dat is eigenlijk de Lambasode. Dat heeft ook veel te maken. Die sproeit eigenlijk in voor het meer te verbranden van je roet die beter verbrandt. Dus die sproeit zo gezegd, die wordt heel heet. En die zorgt dat de temperatuur... Die wordt dan brand dan, dat de temperatuur gloeiend heet wordt. En dan die andere temperatuurmeter van de uitlaatgasdruk, wat ik u zeg, die meet dan. Zodat die verbrandingskamer roetpot gloeiend heet wordt en al de roet verbrandt. Als die defect natuurlijk is, ze zeggen vervang die minstens rond de 4 jaar. Deze zat er al, ik moet eerlijk zeggen, 14 jaar in. Dus ik heb die dan maar vervangen.
Ja, dan krijg je de roetpot, dat is gelijk als je leek gaat verbranden. Als die niet meer op temperatuur is, die leek verbrandt niet. Dus datzelfde, al die roet moet verbranden. En dan heb je ook geen roetdeeltjes meer. Dat kan ook al een oorzaak zijn. Er zijn heel veel oorzaken voor die oranje lamp. Maar ik zou altijd ten eerste beginnen met deze sensor van de inlaatdruk of de uitlaatdruk, wat dat ook is. Ik denk dat dus de uitlaat, die te meten. Dat is een sensor. Ik ga die eens laten zien, die sensor. Ik heb die in mijn vorige filmpje gewisseld. Daar zit je, dus deze. Deze is van Febi. Die krijg je meestal bij autostukken, krijg je altijd Febi. En hier is deze nummer, als je die moet hebben. Voor BMW. Dat is deze. Ziet je, dat is een voeler, een sensor. Wat staat op de doos? Present sensor. Pressor. Pressor. Ja, je moet mijn filmpje kijken wat ik daar heb gezegd. Ja, drukmeter. Dat is ook een inlaatdruk of een uitlaatdrukmetertje. Vervang die het eerst als je lampje gaat. Dat is maar één schroef en die bevindt zich meestal hier ergens op je collector. Ga gewoon naar garage als je dat zelf niet kunt. Laat die nu wijsmaken, laat die eerst vervangen. Dat kost niet zoveel. Ik denk dat die rond de 20 euro kwam. En dan gaat die lampje uit, moet die dan niet meer aangaan, want die geeft het door. En nu, dinges, luchtmassa met dinges, gashuisklep, dat is de gashuisklep hier. Die geeft door hoeveel lucht die moet toegeven en brandstof moet doorlaten. En dat is dan, hier is dan zogezegd een luchtmassameter. Die zorgt voor uw druk. Die geeft dan ook druk door sensor naar uw lucht. Zodat uw verbranding, deze verbrandinggassen en alles, perfect werkt. Dat hangt allemaal aan één stuk. Hè. Dat is allemaal één geheel. Want hier heb je dan nog uw EGR-klep. Dus die moet je ook die altijd vervangen. Die hebben ze nu vervangen. Ik moet zeggen, die heeft 180 euro gekost. En die heeft niks uitgehaald. Dat is heel erg. Ik heb in de garage de roetpot laten vervangen. Hebben ze me daar toch zo in gelasten ingezet. Ik heb er de volle prijs van een nieuwe betaald. En ik heb er eigenlijk ene die ze gewoon opengemaakt hebben en gewassen hebben. Wist je, kent je dat? Dan kun je in Holland voor 500 euro je roetpot laten wassen. Dus mijn opklapbeker is ook ergens een garage. Performance, daar kun je ook doen. Als je auto niet door de keuring gaat, de roetdeeltjes gaan naar daar. Die zorgen wat er alles gebeurt. Ik weet niet wat de prijs is, maar als je rond daar rond de 1000 euro zit voor alles te na te kijken en te kunnen keuren, dan zit je toch goedkoop. Dus vervang dan eerst deze, wacht met deze EGR-klep. Meestal is de luchtmassa een probleem, de luchtmassameter, die heb ik laten zien in een van mijn films. Die moet je ook regelmatig vervangen, ik ga eens de luchtmassameter eens laten zien. Dit is dus je luchtfilter, dat is je luchtmassameter, weet je. Die heb ik toen vervangen in mijn vorige filmpje. Vervang die dan. En dan die. En als ik dan de volgende zou ik dan de EGR-klep vervangen. Dan moest dat nieuw uit zijn, het lampje. Dat kan ook de roetpot zijn. Ik zou die eerst vooral beginnen met die laten uit te lezen ergens in een garage. Laat een bestek maken van de fouten die er kunnen voordoen. En laat een prijs maken zodat je niet voor verrassingen komt. Want ik moet zeggen, als op HLN was dat juist één dag geleden in de krant. Als de oranje motorlampje aangaat, dat zijn vrij veel kosten. Ik doe dat nu allemaal zelf en ik weet niet als dat opgelost geraakt, raak ik dat niet opgelost. Ja, dan weet je wel wat ik heb gezegd, dan gaat de auto naar de pers. Oké, mensen, dat is kostelijk, ik weet dat, maar het gaat zoveel kostelijk zijn om te zoeken wat het is. Maar eerst wat je vooral kunt doen voordat je naar de keuring gaat. We rijden veel te weinig, we hebben veel files. En de verbranding gebeurt pas bij 100 per uur ongeveer, gemiddeld als je een half uur 100 per uur rijdt, dat je goed verbrandt. Dus we rijden veel stadsverkeer, veel files. Ik zou zeggen, voor je naar de keuring gaat, probeer. En als je lampje aan is, rijd 200 kilometer. Rijd niet naar de zee, daar is te veel file. Rijd zo'n beetje richting Duitsland of Ardennen. En rijd dan zo, rijd 2 uurtjes rond en rijd dan rechtstreeks naar de keuring. Als je afspraak maakt, zodat je op tijd bent. Dan is alles verbrand, dan heb je meer kans en je lacht ermee dat je gekeurd raakt. Omdat dan al de roetdeeltjes zijn verbrand, want ik heb veel mensen gehoord die gaan de keuring rechtstreeks afgekeurd, zoals ik. En dan zijn erbij, die rijden maar rond, die gaan de keuring, niks roetdeeltjes. Oké, mensen, Pies geeft er een lab op en ik ga me amuseren met alles te installeren. Ik heb die weggenomen. En nu ga ik mijn uitlaat terugzetten, mijn originele uitlaat, want ik moet naar de keuring plus mijn roetpot. En de rest erbij allemaal natuurlijk vervangen. Ik ga hier ook nog nieuwe dichtingsjes zetten, maar dat ga ik dan laten zien bij mijn injectoren. En ik ga die ook afnemen, die collector. Maar we gaan eerst zien als alles af is, kijken wat er heeft. En die heb ik nu dichtingen.
Dus die ga ik dan ook vervangen. Zodat alles gedaan is. Deze riem is al vervangen geweest. Mijn ketting is vervangen geweest. Ja, ik krijg maar 2.000-3.000 euro voor de BMW. Die is van 2009. Die heeft maar 140.000 kilometer. De auto is veel te goed om weg te doen. Hè. En nu een elektrische kopen, die vliegen allemaal in brand. Ik wacht nog een paar jaar. En ik denk dat dat veel mensen doen. Oké, mensen, peace. Veel succes met die auto. Koop je een nieuwe auto, ook veel succes. En België, je weet, dat is een land wat altijd geld kost. Alles kost hier geld. Je wordt geflitst, je wordt trajectcontrole, alles hier. Alles moet opbrengen voor de staatskas, hè, mensen. Oké, peace, geef er een lab op en veel succes. En ik ga fijn terug aan het werk. Hè. Peace. En vergeet niet te abonneren en te liken. Dag.